Het moet niet altijd de leien zijn. De Schelde kan ook. Oscar Verpoorten, zoon van een Antwerpse goudsmid, begon zijn studies als graveur en tekenaar. Schilder was hij geworden als autodidact en na de succesrijke tentoonstelling Als ik kan in 1928 maakte hij hiervan zijn beroep. Hij toont de Schelde in al haar facetten met zeilende scheepjes en rokende stomers. Af en toe staan er vissers, maar vaak zijn er helemaal geen mensen. Het zijn taferelen uit een verdwenen wereld van dokken, sluizen en polderdorpen in weemoedig bruin en groen. Maar Verpoorten hield ook van stillevens en was een uitstekend portretschilder. Het schilderij Picnic aan de Schelde is een combinatie van dat alles. Drie figuren in een rechtopstaande rechthoekige driehoek. Verpoorten zelf staat links vooraan, handen losjes in de zakken en kijkt ons aan. Zijn vrouw en dochter zitten neer en stallen de picknick uit, een thermos koffie en enkele vruchten. Op de achtergrond de Schelde. De picknick zelf is als een stilleven. De horizon ligt op kniehoogte, waardoor een enorme grijze hemel het schilderij overheerst. Een hemel die eruit ziet alsof er een enorme lamp achter de schilder hangt en zo de figuren belicht in een intrigerend tegenlicht. Het schilderij straalt eenvoud en rust uit. Bijna heb je zin om erbij te gaan zitten en in een appel te bijten.